Op 29 maart in de Jaarbeurs in Utrecht vindt het congres plaats Blockchain in de praktijk. Marloes Pomp, wat is de aanleiding van het congres? Het is een congres wat ik organiseer samen met de Belgische overheid. En daarin presenteren we alle use cases die tot nu toe door de overheid zijn uitgewerkt. Oké, en jij hebt dus een boek geschreven, eerst over België, terwijl je alleen maar eigenlijk in Nederland aan het werk bent om allerlei voorbeelden van de blockchain bij de Rijksoverheid, bij de gemeentes, allemaal zeg maar uit de grond te trekken. Ja, het is een overzicht met alle projecten die in België lopen en in Nederland. Dus het is een totaal overzicht van alle blockchain projecten. Oké, wat kunnen wij verwachten in het programma? Nou, je krijgt allereerst een overzicht van al die projecten. En daarnaast gaan we doen aan matchmaking. Dus als je nog niet aan een blockchain project werkt, maar wel interesse hebt, dan kun je kijken met welk project je mee zou willen doen. Oké, dus het is makkelijker als je in plaats van zelf alles uitvinden, kun je gewoon aansluiten wat er al is. Ja, je kunt meedoen met anderen, zodat we projecten kunnen opschalen in plaats van allerlei nieuwe initiatieven te starten. Oké, in welke fase zit die blockchain projecten op dit ogenblik? Je hebt de eerste fase een beetje gehad, allerlei voorbeeldjes. Het verschilt per project, maar er zijn een heel aantal die nu in productie gaan. Maar er zijn ook een aantal projecten die gewoon nog partners zoeken om samen iets te gaan bouwen. Marloes heeft zo'n mooie elektrische auto. Hey, geef even 3 voorbeelden van cases die gepresenteerd worden. Eén project waarop we al samenwerken met de Belgen is die van de diploma's op de blockchain. Dus daar werken we al samen aan een prototype, gaan we samen diploma's uitwisselen. Andere is op het gebied van subsidies. En een derde is een combinatie van sensoren en blockchain, namelijk sensoren in een lantaarnpaal die volgens een microjob aanmaken zodra de lantaarnpaal kapot is. Oh, en dan kan de afrekening, kunnen allerlei partijen met elkaar samenwerken om af te rekenen, onderhoud, etc. Ja, klopt. En ik zal de dagvoorzitter zijn op het congres. Dat betekent dat ik eerst begin met een blockchain voor dummies, zodat iedereen eigenlijk alle essentiële dingen weet die je nodig hebt om de rest te volgen. En vervolgens zal mijn taak zijn om te zorgen dat iedereen de cases zo goed mogelijk uitlegt. Zo duidelijk mogelijk en met de maximale interactie met de zaal. Iedereen moet ook zijn mobiele telefoon meenemen en kan via die mobiele telefoon ook tijdens de presentatie vragen stellen, zodat we aan het einde gewoon heel veel interactie kan doen en dat we ook ons oordeel meteen kunnen vellen wat wij hiervan vinden. De doelstelling is dus gewoon zo duidelijk en zo goed mogelijk de hele dag te regelen. Dus werk je bij de overheid in België of in Nederland, is wel Nederlandstalig, kom dan 29 maart naar de jaarbeurs, want dan heb je echt een goed overzicht over blockchain in de praktijk. En ga je ook heel veel mensen ontmoeten die daarmee bezig zijn, zodat je zelf snel kunt beginnen. Je kunt verder kijken voor informatie op gemeente.nu en daar kun je je aanmelden. Ja, en dan staat het ergens halverwege in een van de evenementen. En het staat ook in de show notes hieronder. Dus tot 29 maart.